U heeft tot op de dag van vandaag helemaal niks laten horen. We hebben doodangsten uitgestaan en u loopt gewoon weg. Er lag al een dag van tevoren lag er een pe... Hallo? Nieuws. We zijn terug op Ameland en natuurlijk gaan we het over Sinterklaas hebben. Hoe kijken de eilanders eigenlijk terug op het hele Sinterklaas-incident? Hey, wow! Worden aangereden! We willen de burgemeester graag even spreken over het feit dat hij al een dag van tevoren een persbericht had klaarliggen waarin stond dat wij waren aangevallen. Waarom was er dan niet voldoende politie-inzet toen we aankwamen? Ja, helaas weigert hij met ons een afspraak te maken, dus we gaan even kijken of we hem vandaag kunnen onderscheppen. Dag burgemeester, hallo. Weer op het eiland. Ja, zeker. Welkom op het eiland. Dankjewel. Dit keer wel? Jazeker. Ja? 364 dagen van dit jaar, hè? Ja, behalve op 5 december. Dat hebben we eerder met elkaar besproken, toch? Ja, zouden we u kort even kunnen spreken over wat er is misgegaan? Nee, niks. Waarom niet? U kunt alles lezen in de krant en u kunt alles lezen op internet. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Maar u heeft tot op de dag van vandaag helemaal niks laten horen. We hebben doodangsten uitgestaan en u loopt gewoon weg. Er lag al een dag van tevoren lag er een pe... Hallo? Er lag dus al een persbericht klaar bij de gemeente, ja. Dat wij waren aangevallen. Hoe kan dat? Ja, net als wat ik zojuist al aangaf, ik wil er verder geen uitspraak over doen. Maar willen jullie geen verantwoordelijkheid nemen dan? Geen verantwoordelijkheid, nee. Ja, over wat er is gebeurd? Ik ga er verder geen uitspraak over doen. Ik wou het hierbij laten. We hebben zometeen een hele mooie vergadering. Hele mooie punten. Dat is op dit moment even heel belangrijk voor ons. En het punt van mij, dat de pers gewoon veilig hun werk moet kunnen doen. Ga je daar ook aandacht aan besteden? Het is wat ik zojuist zei tegen je. Ik ga er verder niks over zeggen. Ik wou ook het bij laten. Goed, fijne avond en veel plezier op Ameland. Geniet van ons mooie eiland. Ook alles uitzenden, hè? Ja. Dit ook. Jullie wisten dus al een dag van tevoren. Hè? Jullie kwamen met een persbericht, die hadden jullie ook klaar liggen. Waarin stond dat er een handgemeen had plaatsgevonden. Hoe kan u dat weten? Ik ga niet in op de inhoud, dat laat ik over onze burgemeester. Het is hun feest en dat willen we ook graag zo laten. En de onderzoek loopt nog, dus daar gaan we sowieso niet op reageren. Ja, ik ben net buiten. We hebben 2 uur op de burgemeester staan wachten. En we hebben een heel goed gesprek gehad met de woordvoerder. En zij heeft nog geprobeerd om de burgemeester over te halen om met ons in gesprek te gaan. Maar de reactie van de burgemeester zegt voldoende. Kunnen we niet even 2 minuten praten? Even 2 minuten. Het is toch ook niet vrij voor het beeld. Hey, rustig. Ja, de burgemeester die liep weg voor zijn verantwoordelijkheden. Ik ben benieuwd of de Amelanders zelf wel wat willen zeggen. Dag, hoe kijkt u terug op de hele Sinterklaasrel? Helemaal niet. Oh, ik heb geen mening erover. Oh, daar laat het maar niet over hebben. Nou, we kunnen er juist even over hebben, want dan... Nee, is niet nodig. Nee, echt niet. Nee? Nee. We hebben genoeg ellende met jullie. Hoe kijk je terug op de Sinterklaasrel van het afgelopen jaar? Kijk, daar heb ik niks mee te maken. Ik. Nee? Ik kom hier niet weg. Hij zei dus dat hij hier niet wegkwam, maar er staat wel Ameland onder zijn kenteken. Hoe kijkt u terug op de Sinterklaasrel? Denk erom hoor. Ja, even normaal meneer. Je kunt toch gewoon rustig reageren. Ik geef je ook nog aan voor privacy. Privacy? We staan gewoon op de openbare weg. Er gaan ook verhalen dat de politie zelf meedoet en dat de burgemeester even niet de baas is die 2 dagen. Ja, dat zou kunnen. Ik vind het. Ja, dat vind ik ook. Moet dat kunnen in Nederland? Ja, dat moet wel kunnen. Ja. Dus op 5 en 6 december dan mag je van alles? Mag je van alles, ja. Ja, hier geldt natuurlijk ook de Nederlandse wet. Ja. En goed, wij wouden aangifte doen, maar ze wouden de aangifte niet opnemen. Wat vond u daarvan? U lacht er wel bij? Jawel. Ja, ik vind gewoon dat het zo moet blijven. En dat het is gewoon van de Amelanders. Dat de feest is van Amelanders voor Amelanders. Ze hadden een dag van tevoren hadden ze een persbericht klaar liggen. Dat er een handgemeen tussen ons en Amelanders had plaatsgevonden. Dat is toch ook een beetje gek? Ja, dat is wel gek, ja. Ja, dat wel. Gelukkig zijn er ook Amelanders die zich schamen voor de burgemeester en wat er gebeurd is. Zij sturen ons anoniem de volgende beelden. Ja. Ik vind het belachelijk, maar wie ben ik om daarover te oordelen? Wat vindt u dan precies belachelijk? Nou, dat jullie dus zo tekeer gaan met alles. En dat de Amelanders ook weer tekeer gingen tegen jullie. We kwamen niet om het feest te verpesten. Wij wouden juist, we juichen tradities altijd juist toe. En wij wouden sfeerbeelden maken. En
Nou ja, we kregen de kans nog niet eens om het feest vast te leggen, want we werden al bij de boot aangevallen. Keurt u het af, wat hier gebeurd is? Dit hoort gewoon niet. De eilanders hebben tradities en die moeten ze erin blijven houden. Hey, ben jij al geabonneerd? Volgens mij niet, hè? Doe dat dan even hieronder, want dan krijg je als allereerste de verste video's van Pony News op jouw beeldscherm. Dus abonneer.